Het ligt aan Gol en Caribbean Airlines om aan te geven wanneer zij opnieuw zullen starten met vliegoperaties van en naar Suriname. Dit zegt transportminister Albert Jubitane aan onze nieuwsdienst. Onlangs kregen de vliegmaatschappijen groen licht om hun vluchten opnieuw uit te voeren. Jubitane vertelt dat Copa Airlines sinds eind vorig jaar heeft onderhandeld om vluchten uit te voeren en de vorige week een succesvolle vlucht heeft afgewerkt. Met betrekking tot groen licht geven, in principe laten we teruggaan. Vanaf ons aantreden heeft de sector, luchtvaart en met name ook de reisagenten, luchtvaartmaatschappijen hier, die de passagiers die hier gestrand waren, zij hebben de passagiers teruggebracht en alle met de nodige inzet. En zij hebben dus vanaf ons aantreden aangegeven van hier, dit is wel een aandachtspunt. We hebben niets meer gehoord van de overige airlines en met name Copa, Gol en Caribbean Airlines. En één, het is een directe impact van de COVID-19-pandemie op dat moment. Maar wat de sector hier onder de aandacht heeft gebracht is, er was geen enkel contact tussen de airlines en de passagiers. Jubitane zegt dat de kwestie is aangekaart in de Nationale Assemblée. Het had nooit zo mogen zijn dat er geen contact was met de passagiers die waren gestrand in Suriname. Het is volgens de bewindsman belangrijk dat het ministerie ervoor zorgt dat alles goed verloopt en daarom vanaf toen is gesproken. En er is gewerkt aan een oplossing van het vraagstuk. Ja, dat is eigenlijk het gelijkheidsbeginsel dat wij vanuit het ministerie hebben toegepast. Met name voor Copa Airlines, Gol en Caribbean Airlines. Dat is hem. En zij hebben Copa Airlines, ik meen om het ten goede. Midden 2021 hebben zij hun eerste contact gemaakt en daardoor ook eerder in gesprek gegaan met de sector. En we hebben dus ook aangegeven van hier, we vragen niet nu een oplossing, want we hebben alle begrip ervoor. Dus praat met name ook de ASRA, omdat zij dan ook de passagiers ook via de reisagent hebben geboekt. En zoek naar een oplossing. We hebben niets opgedragen. Het enige wat wij vanuit het ministerie, want het gaat om communities. Het gaat om samenleving in Brazilië, in Trinidad en Tobago en Panama. En je praat over het, ja, iedereen wil weer gaan travelen en dan gaan we ons niet halsstarrig opstellen. Jubitane zegt dat Gol en Caribbean Airlines de vorige week na aanvraag een Zoom-meeting hebben gehad waarbij de totale luchtvaartsector aanwezig was. Er is afgesproken dat er naar een middenweg moet worden gezocht waarbij het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme en de andere luchtvaartautoriteiten en de vliegmaatschappijen zullen faciliteren om alles een goed verloop te laten hebben.